Hoe gaat dat nou straks in zijn werk? Hè? Een overledene komt in het uitvaartcentrum, meestal in een kist, denk ik. Ja, er zal zeker in het begin nog wel de praktijk zijn. Dus als de mensen naar binnen komen, ja, er is in dit gebouw twee mogelijkheden. Je kunt of een dienst houden vooraf, zeg maar, of er is op een andere locatie een dienst geweest en dan wordt de persoon hier naartoe gebracht. Nou, dat kan dus inderdaad in een kist zijn, dat kan ook op een draagbaar zijn. Iets heb je nodig om mensen te kunnen verplaatsen. Nou, dan hebben we hiernaast nog een verzorgruimte die dus ook dusdanig is ingericht dat je mensen op een waardige manier en professioneel ook uit een kist of van een bar af kunnen leggen. Dan moeten we ook natuurlijk nakijken van, zeker in het begin omdat dingen nieuw zijn, van welke kleding wordt meegegeven. Want uiteindelijk in de reanimator past niet alle soorten kleding. Het moet van dierlijke kom af zijn eigenlijk. Dus wol is perfect eigenlijk, dat is het meest gunstige materiaal. Maar leren en zijde kan ook. Ja goed, wij moeten dan zorgen dat wat niet passend is, dat vervangen wordt door wel passende kleding. En dat mensen minimaal ook toegedekt liggen. Want je hoort wel eens een keer roepen van, oh, hè, moet je nou helemaal zonder kleding zo'n reanimator erin? Nou, absoluut niet. Als mensen echt zouden willen, ja, dan zou het een wens kunnen zijn. Maar het is de intentie om mensen gewoon netjes toegedekt te laten. Ook hè, uit respect naar de persoon toe. Eventueel families die erbij aanwezig willen zijn om het proces toch mee te maken dat iemand in de reanimator wordt geplaatst. Zoals het er ook veel kennen natuurlijk al bij het begraven dat iemand in het graf wordt gelegd of bij het cremeren ook aanwezig zijn bij de invoer. Zo stellen wij dat ook hier gewoon helemaal open. Dus ja, dat zijn wel de processen die eraan vooraf gaan. En dan gebeurt het hier met de reanimator. Dan als iemand erin gelegd is, wordt vooraf het gewicht bepaald. De deur sluit zich en met een paar druk op de knop gaat het hele proces van start. Ja, kun je me eens uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurt? De overledene is ingevoerd, kun jij dan dus beschrijf het eens. Nou, inderdaad, hier naast mij dan zie je dus de slee, zal ik maar zeggen. Of waar het mensen opgelegd worden, zit vol met gaatjes, waardoor het water makkelijker weg kan. Ook kan gaan circuleren als die uiteindelijk in de reanimator geplaatst is. Vooraf wordt dus de persoon gewogen, wordt ingevoerd, de deur sluiten we en dan voeren de gegevens in van het gewicht. En dan wordt het proces gestart. Nou, dan vult het vat zich met warm water, met dus die 5% kaliumhydroxide. En dat wordt rondgecirculeerd eigenlijk, of dat circuleert rond in de reanimator. En ja, door het circuleren en de warmte, dan los je uiteindelijk langzaamaan op, totdat de botten overblijven. Dat is het laatste wat niet oplost. En dat is uiteindelijk heel poreus geworden. Nou ja, dus als dat proces geweest is, dan krijgen wij een signaal op onze telefoon dat het proces klaar is. Nou, dan kunnen wij hier naartoe, kunnen de deur openen. Halen de persoon er weer uit of de resten dan en die verzamelen we. En dan is de keuze voor de mensen, hè, als je daar keuze in wil laten, denk dat het wel goed is om daar iets meer rugbaarheid aan te geven. Maar je kunt dus de botten puur uit kalk nog bestaand laten verfijnen tot poeder. Wat we ook heel erg kennen vanuit cremeren, dat is ook altijd een keuze. Maar de ervaring is dat eigenlijk iedereen het zo laat dat de botten worden verfijnd dat ze in een asbus passen. Maar uiteindelijk is het ook een keuze om de botten te laten zoals ze zijn en dan kun je ze in een kistje leggen en misschien nog ergens begraven. Nee, dat is ook met Desmond Tutu gebeurd 2 jaar geleden. Toen hij overleed, toen is hij ook geresumeerd. En hij heeft ook de wens uitgesproken dat dus zijn botten niet werden vergruisd of verkleind, maar in een kistje werden bijgeplaatst. Daar zie ik ook wel een kans voor die kistenfabrikanten. Nou ja, daarom dus het een of het ander eigenlijk niet uit te sluiten. Dus het is soms ook heel belangrijk dat je met elkaar in gesprek blijft. Want natuurlijk, waar we het net over hadden, van logisch als je de huiver krijgt, jongens, we gaan inkomsten missen en we moeten allemaal ons bedrijf staande houden. Maar de ene deur hoeft de andere niet dicht te houden. Dus er zijn altijd aan de andere kant mogelijkheden. Je kunt er ook voor kiezen om van de kist die dan misschien gebruikt is, om daar dus wel hout van af te halen en daar misschien zelfs een urn van te maken. Dus dan hoeft dat allemaal niet weg te zijn. En uiteindelijk zijn het ook allemaal weer mogelijkheden. Of dus eventueel een, zoals we ook wel noemen, een beendenkistje, om die ervan te maken, om dus toch thuis of in een graf te kunnen plaatsen. En ziet het dan, als je hem weer opentrekt, ziet het dan uit als een skelet, moet ik me dat zo voorstellen? Nou ja, bijna wel. Kijk, door het circuleren van het water ligt niet alles meer strak op zijn plaats. Maar het is zeer duidelijk herkenbaar van hoe de mens in elkaar heeft gezeten, ja. Die deur, want er komt heel veel druk op, hè? Toch kun je het iets uitleggen? Nou ja, goed, het is uiteindelijk een hoge drukvat. Ook om te zorgen, het water wordt dus warm, gaat naar de 180 graden toe.
Maar je wil niet dat het gaat borrelen, want dat is ook niet wenselijk. Maar goed, dan wordt er toch een meerdere baren druk opgebouwd, waardoor eigenlijk hetzelfde idee als bij een snelkookpan, dat het proces gewoon gunstig verloopt zonder dat het vervelende situaties oplevert. Dan heb je natuurlijk wel een goede deur nodig. En deze deur die erop zit, die wordt ook in onderzeeboten gebruikt. Nou goed, en die blijven over het algemeen ook droog van binnen, of tenminste die kunnen die druk aan. Dus dan is dat hier gelukkig ook de situatie. Want de uitvinder van de resermaten zelf, die levert ook aan de Engelse marine voor de onderzeeboten. Dus daar is heel veel kennis op gedaan.